Hello! Hi, I'm Stefania. I'm 12 years old. You're 12? Yes! Your English is perfect. Thank you! Annelinde en Stefania mogen vandaag samen met andere jongeren van alles vragen aan zanger Tix. Hij is in Noorwegen heel bekend en doet voor dat land mee aan het Eurovisie Songfestival. Zijn nummer gaat over Gilles de La Tourette, want dat heeft de zanger. Het is een aandoening waardoor mensen tics hebben. Bijvoorbeeld dat ze bepaalde bewegingen of geluiden maken zonder dat ze dat willen. Annelinde en Stefania hebben zelf ook allebei Gilles de La Tourette. Dat een zanger met tics meedoet aan het Songfestival vinden de meiden bijzonder. Dat je dit soort dingen kan doen, vind ik dan gewoon heel speciaal. En ook iets waar ik me dan mee kan verbinden. Dat ik denk van, ik kan ook worden wat ik wil. Ik kan ook doen wat ik wil. Ik kan ook net zo worden als hij. De videoclip bij het nummer gaat over hoe de zanger, die eigenlijk Andreas heet, als kind soms werd gepest door zijn tics. Nu is hij er juist trots op en gebruikt hij het dus zelfs als artiestennaam. My message is that even your biggest weakness can in fact be turned into your greatest strength. Zelf weten Annelinde en Stefania dus ook hoe het is om tics te hebben. En dan ga ik bijvoorbeeld zo, of met mijn nek of zo, of met mijn hoofd schudden. Ik heb soms dat ik mijn hoofd in mijn schouder moet gooien, dus zo. Of met mijn mond trekken of ogen opensperren. I really think Tourette's is a gift in a lot of ways. It comes with some challenges, but those challenges can be overcome. De zanger praat met de jongeren over hun eigen ervaringen. En allemaal zien ze ook mooie kanten. Bijvoorbeeld, ik ben heel creatief, dus ik heb ook heel veel ideeën. Er zullen sowieso altijd momenten zijn waarop het tegen je zal werken en waarop je zou denken van, waarom ben ik zo, waarom heb ik dit, waarom kan ik niet gewoon normaal zijn als anderen? Maar het brengt ook heel veel mooie dingen zoals dit. En ik zie het ook als iets wat mij ook speciaal maakt daarin. De meiden hopen dat er door de zanger en zijn lied meer aandacht komt voor Gilles de La Tourette. Dan weten meer mensen ook wat het is. En dan, ik hoop het ook dat ze dan bij mij herkennen. En ik hoop dat door hem ook mensen doorkrijgen dat het ook iets moois kan zijn.